zou maar voorstellen bij ons Next Gen, de try-out. En ook bij de try-out is de publiek active, zoals je kan horen, man. Twee nieuwe deelnemers gaan laten zien dat ze horen in de league in het volgend seizoen. Helaas zijn hun tegenstanders niet komen opdagen, dus in plaats van een spazout gaan ze gewoon tegen elkaar gewoon rappen wat ze eigenlijk voor de anderen hadden. Maar dat maakt niet uit, want ze worden individueel beoordeeld of dan ook een beetje. Dus ze kunnen of allebei door of allebei niet door. Maakt allemaal niet uit. Maar wat wel uitmaakt is, de jury die hier aan de rechterkant hebben. Tempo. Klopt. Top. Yes sir. Rapper aan de rechterkant, stel je voor, man. Steppa, Rotterdam. 010, man. We zijn er. Let's go. Rapper aan mijn linkerkant. Soefs, 19 jaar, rapper zijn voorkeur. Let's go. Nu het begin, boys. Zeg maar, kom op het punt. Zeg maar, kop. Leuk. Hij moest kantelen naar rechts, dat is wel leuk, toch? Leuk. Zo heb je het. Oké dan, we krijgen de eerste ronde op steppen. Als jullie maar een beetje energie voelen. Let's go. Choke niet, ex, ik zou je tijd niet verspillen als de meeste. Ik ben niet te stoppen als iemand die voor een trein zelfmoord pleegt. Even die kiki wordt geslagen, ook als deze bok door Haram alsof ik parken heet. Jij verpest de sfeer met Michael Jackson op een kinderfeest. Ik zweer, ik ben een meester met zweren, waarmee ik overmeester. Ik doe je zeer, geef je les, ik heb het overmeester in rap. Ben ik een meester, lees je de les. Als boeken in dit geschoold, zie dit niet als een test. Ha? Kieks, jouw naam begrijp ik niet. Je heette Karim Abai. Bij Kieks dacht ik eerder dat ik moest battelen tegen een wijf. En dat leidde af net een mastboek voor elektriciteit. Want als ik eigenlijk goed kijk, zou schrijven wat er staat, is de afkorting van zijn naam eigenlijk Karima. Hij is zo lelijk, zelfs 10 spiegels zien hem niet staan. Hij is zo eng dat Freddy Krueger zelf nachtmerries krijgt. En plus, ik ben de doofste nieuwkomer. Zelfs Stef gaat vragen om mijn lijn. Geen zorgen, B.O.B., ik supply. Maar jij bent een travestiet, jouw boys noemen je ladies man. Geef je Karima water, is hij dat niet gewend? Hij begint beters te maken alsof hij de marathon rent. En hij gaat het niet maken, dan zou hij de jury betalen. Als oppassende pedo's gaat niemand hem na dit aanraden. Time. Eerste ronde op jou, let's go. Wat is tegen hem moeit? Dat is een van de vele vragen. Ik zou eigenlijk tegen Skinny G en daarna tegen Mr. Boy Angles, maar die fliks gaan we alle twee niet opdagen. Nou ben jij degene die ik zelf dit gebroken been ga klaren. Jouw favoriete ma... fuck. Aan je hoofd te zien doe je volgens mij veel aan een krantenwijk. Jouw chick die schrikt al als ze naar je leeuw kleine kijkt. Als ze naar je leeuw kleine kijkt. Als ze naar je leeuw kleine kijkt, hè? En je favoriete merk is volgens mij Primark, want wat de fuck draag jij? Kijk naar jezelf, jij bent niet 4 keer duurder dan mij. En aan je hoofd te zien ben je volgens mij best vaak alleen. Als een hele kleine jongen is hij al gepest om je face. En je hoorde dat je een nieuwe tegenstander kreeg. Ja, je had zeker pijn. Maar bro, als een echte MC bent, dan moet je overal ready voor zijn. En je rookt te veel grap, je hebt amper conditie. Je bent kapot gemaakt en dit is pas een auditie. En ik ga niet eens over zijn moeder beginnen, want ja, dat is die pis niet waard. Grapje, pak die pis bij de paardstaart en ik neuk haar voor de open haard. Ik ben jaren, maak je heel de dag gebruik van. Je zou denken, het is mijn dagkaart. En mijn oudste is niet D2, maar toch had je moeder mee. Want ik verkracht haar zo hard als student met zijn OV. En wat ik zeg doet veel pijn, ik weet, vind je niet fijn. Je moeder stopt bij elke halte, je zou denken, het is een stoptrein. Ja. En je moeder valt op niggers, dat is best apart. Want als je moeder langs de negen gaat, rijdt ze standaard zwart. Zijn mate. Top. Tim, wat vinden we ervan? Ik vond jou... ik vond jou tof. Ik vond wel... het lijkt nog wel heel erg alsof je een verse doet. Ik heb het gevoel dat je een verse hebt geschreven en dat je een beat hebt gedaan, dat had je ook opgelegd en a cappella doet. Misschien is dat helemaal niet waar, maar zo klinkt het. Zo klinkt het. Je hebt het geschreven alsof je rapt. Terwijl bij Punch-Out is het meer, je kan gewoon je tijd nemen wanneer een punch land. Je kan meer buiten een viermaten schema rappen. Van dit, dat, dit. Dat je nu gaat, omdat je doorgaat, geef je me niet de tijd om te beseffen wat je eigenlijk gezegd hebt. Ik vond ook... Je neigde richting goede punches. Maar dan soms dacht ik van, als je net die ene stap daar overheen zou gaan, dan zou die killer zijn. Weet je? Maar
over het algemeen sowieso je performance was gewoon top. Je timing kon beter door de juiste pauzes te nemen. Het is net iets punchy, maar ik denk als je daar iets meer je best op doet, dus neig gewoon ja. In jouw geval, jij was op een gegeven moment even het kwijt, moet je twijfelen, terug in jezelf, denken, links kijken, of shit, waar ben ik, wat gebeurt er? Dus ik denk dat jij nog niet klaar bent voor dit. Maar op zich, voor iemand die dit voor de eerste keer waarschijnlijk in dit ding doet, heb je niets weggedaan. Maar voor jou is het voor nu. Klopt. Ja, ik ben het eigenlijk helemaal eens met Tim. Helemaal, ja, meen ik. Bij jou, jij hebt niet echt zwakke plekken. Weet je wel, je delivery is goed, je hebt gewoon bars, je weet spitten. Misschien inderdaad, ja, wat Tim net zegt, van probeer iets meer creatief te zijn met je delivery in de zin van pauzes, dingen, concepten, weet ik veel wat. In plaats van dat het soort van opgeraakt van bars wordt. Ik miste een beetje echt een paar uitschieters, weet je. Als je gewoon één of twee bars had waarbij je echt de zaal plat had, wat je zeker voor mondig graag had. Ik neig ook naar, ja, maar ik twijfel ook, dus ik ga deze ook weer excellent doorgeven. Ja, dat heb ik mooi gedaan. Voor jou geldt inderdaad, ja, qua delivery en het kwam er een beetje niet goed genoeg uit. Je hebt wel leuke bars, weet je wel, de insteek is leuk. Ik denk dat je gewoon iets verder moet werken, maar het is niet heel slecht. Ik hoor gewoon van, oké, als je dit verder ontwikkelt, pas op dat je niet te veel op moederjokes gaat zitten, want er zijn er al zoveel geweest voor iemand. Iedereen's moeder is al geneukt, zeg maar. Maar los van dat, ik denk ook wel deze, ik vond het ook niet goed genoeg. Maar je hebt een twijfel, nee. En jij hebt een twijfel, ja, voor mij. Dat is het. Oké, ja, dus we hebben een nee, en een twijfel nee, en een twijfel ja, en een wat? Nee, kijk, we hebben hem zeg maar eigenlijk op ja gezegd, maar we geven hem nu aan jou, zodat hij mag beslissen. Oké, ja. Jij hebt wel potentie, maar nog niet ready voor het volgende seizoen. Misschien het seizoen daarna, je weet nog nooit, maar je hebt wel potentie, nog niet ready, man. Maar ga door met wat je doet. Jij. Een ja en een twijfel ja. Weet je wat, dus ik mis wel die pontjes, man. Ja. Je hebt die presentatie. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik was een beetje verbaasd doordat ik verschillende battles moest gaan schrijven. Dus ja, okay, van een week van tevoren moest ik Tories ophalen. Ja, dat en begrijp ik. Dat was gewoon best wel tijd, ga je eerlijk zeggen. Maar dat is geen smoes om hieruit te komen natuurlijk. Maar dus, kijk, je had ook algemene pontjes kunnen droppen die voor iedereen op te passen hadden kunnen zijn. Van een niveau dat gelijk overtuigend was. Wat ik bedoel? Ja. Maar ja, het zit op een twijfel ja. Het zit bijna naar het publiek te kijken, man, want het publiek gaat voor, man. Gun hem. Ja, je bent door, jij bent niet door, man. Geef me toch voorbij leren, man. Je stem uit te brengen, abonneer, like en check de volgende keer. Thank you.